Ken je dat verhaal van die man die, die podcast op ging nemen <laughs> en uh, niet goed op het knopje had gedrukt of iets misging? Nee, ken ik niet. <laughs> Hoe heet <ik>? hij? <laughs> nou, die heet steven van even bij. Oh, ja. En uh, nou, die, die wilde dus een hele mooie podcast opnemen. Nou, gelukkig is de audio gelukt. Ja. Uh, voor de mensen die beginnen met luisteren, dit is dus na het opnemen van de podcast <laughs> alleen de camera. Uh, op Daphne, die stond niet ja, aan. Ik heb gecheckt, tenminste, ik heb meegekeken. Hij stond wel degelijk even aan ja. en hij flopte uit. Ja, ze kan er niks aan doen. Nee. Dus we nemen nu even een gezellig introductietje op. Zul je toch nog een beetje zien wie er praat ja, de hele wie, tijd. <laughs> wie er tegenover je zit. En, uh, ja, we kunnen wel even een klein stukje analyseren. Wat vond je ervan? Ik vond, ik vond het onwijs leuk. Ik vond het natuurlijk best wel spannend. Het was heel grappig. Dat had ik trouwens nog niet verteld uh, in, in op de podcast van de net. Of tenminste, dat is nog geen podcast, maar wel als jullie hem luisteren. Um, dat toen ik Stefan jouw podcast hoorde, dus de eerste keer met, uh, met Jerry. Um, toen ben ik al jouw podcast gaan luisteren met de aflevering die je al hebt. En uh, toen dacht ik van: oh, man, ook natuurlijk van als je hem eenmaal door hebt en je bent daar en zo, dat wil je natuurlijk sowieso. En toen dacht ik, oh, dat zou het echt leuk zijn. Misschien mag ik ook wel in de podcast. Weet je zo, Oh, echt? Ja, ja, ja. Dat dacht ik toen. En uh, dat had ik toen ook wel thuis gezegd. En. Um, en toen was het dus vorige week, want het was echt vorige week dat je me chatte van... joh, uh, vraag, uh, wil je in mijn podcast? En toen dacht ik eerst van, oh ja, dat wilde ik toen graag. En toen dacht ik, oh, ik weet het eigenlijk niet. Twijfel, kwam meteen in Ja, toen kreeg ik eerst twijfel. Toen dacht ik, ja, maar het is wel heel persoonlijk. en Het is wel echt mijn ding. En toen dacht ik meteen eroverheen wel van, ja, bullshit. Ik, ik bedoel, het feit dat ik, het, dat ik nu ben waar ik ben... is mede dankzij mensen die het eindelijk hardop gaan zeggen. Ja. Dus ik ga het gewoon hardop zeggen... En natuurlijk krijg ik van iedereen te horen, toevallig vanochtend nog waar ik hiervoor was, uh, vertelde ik waar ik naartoe ging. En die zei, angsten? Hoezo heb je angsten dan? Ik zei, nou, dus ik vertelde hem even in een notendop. Hij zei, maar ik ken je echt al acht jaar. Ik weet er helemaal niks van. Ik zei, nee, joh, zo zijn er meer wel dan niet. De enige die het weten, zoals mijn broer en mijn zus, wisten het niet. Tja. Dus, uh, en misschien wist ik het zelf soms ook wel niet, <laughs> want ik dacht dat dit was wie ik was. Ja, uh, maar dat is dus niet zo. Het wordt gewoon onderdeel van je, ja. van je leven. Je denkt ja. gewoon: dit ben ik. En dit ga ik de rest van mijn leven een beetje verhullen. Ja. En, uh, ja. 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 Nou, ja, zo zie je maar. Wat, wat, wat gewoon niet, niet het maken van zo'n podcast. Maar gewoon het erover praten. En gewoon het doorbreken kan ja. doen. Absoluut. Nou, echt en verbinden dat. met elkaar. Ja, ja ik heb uh, van, van Wijnand, waar we het in het gesprek over hebben gehad. Ben ik toen ook meer gaan kijken ook van hem. En hij heeft van die uh, op YouTube heeft hij, uh, twee of vier uh, afleveringen staan van woonkamergesprekken. Ja. Heb je die gezien? Ja, tuurlijk. Geweldig. Dus ja. ik zei tegen hem: Ga je dat nog een keer doen? Toen <laughs> wil ik: Hé, hey man. Je ja, hebt allemaal mensen heen. bij elkaar die ja, allemaal. Ja, helemaal een ontmoeting. Ja, spatten. geweldig. Ja, maar ja, dat, dat snap dat hij dat niet meer doet. En het was toen bij hem thuis. Hij zei wel: Van ja. nou, als het een keer ergens zou zijn, op een locatie, ja. dus hem, dan misschien wel. Als iemand het organiseert, dan dacht ik. Nou, nou, Is het weet... voor jou? Ja, misschien. Oh. <laughs> oh, ik had er nog niet aan gedacht. Ja, zijn leuk. Misschien een op een, op een locatie, op ja. de Binkhorst of zo. Ja, hoe tof. Hm. Ja, ja. Daar moeten we eens over nadenken. Ja, ik wil wel helpen hoor. Nou, dat is goed Bij om te deze. weten. Ja. <laughs> maar goed, voor de mensen die dus intunen... we hebben dus een podcast opgenomen, althans ja. dat dacht ik. Ja. Dat dachten we, waren allebei Ja, overtuiging. Ik had heel leuk gelachen naar de camera steeds. Ik stond er ook steeds heel goed op, maar uh, helaas dat materiaal... dat uh, pleuren de, de, ja. de prullenbak in, behalve dan de audio. Dus die ga je hierna horen en zien. En we zien ja. wel wat voor een beeld we daar doen. Nogmaals Precies. bedankt. En Dank ik zou zeggen, veel luisterplezier en... Uh, Mocht je vragen hebben over deze podcast, schroom niet om contact op te nemen. Dank je wel. Ja, dat is, dat is Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, maar ik snap wel. sowieso ziet je. Nee. <laughs> dat je enorm met jezelf in je oren zit, scheelt ook. Ja, inderdaad. Oh, en mij. Wel. hey, ja. Ja, daar is Monkie. Hallo, ga maar zitten. Ja, dus je komt in een soort bubbel en ja. dan is er dat gesprek. En ja, op een gegeven moment heb je dat ook niet meer door. Nee, nee. Ik heb het nu al niet meer door. Oh, nou, <laughs> nee, ik zal het niet meer benoemen. Nee. Maar uh, het is wel grappig, want helemaal niet zo heel lang geleden had ik, uh, had ik, had ik Jerry hier zo. Ja. Flatcap uh, goatee, He-Man. Uh, ja. Mijn grote grapper, En die ken jij ook. Ja. En um, hij had die podcast natuurlijk gedeeld. En toen zag ik hem. En toen had jij hem gezien. Ja, ik zag uh, Jerry in het vanbij komen. En ik zag echt het eerste woord wat me opviel uh, in, in zijn tekst of in een soort quote die erbij stond was angst. Ja, het woord angst is voor mij een. Uh, een trigger. Ja, nou, niet alleen een trigger. Het is gewoon een woord. Het is gewoon een plaatje. Het is er gewoon altijd. Het staat ergens. Of, of ik hang hem zelf op, onbewust. Um, en dus toen ik dat zag, toen was ik natuurlijk meteen. Dat ik dacht ook: huh, Jerry angst, waar gaat het over? En toen ben ik, uh, ben ik die podcast gaan luisteren. Uh, met jou, dus De Hartekoning. En ja, toen dacht ik: oké, okay, er zijn meer afleveringen. Dus toen ben ik de rest ook gaan luisteren. En ja, toen, toen ging er eigenlijk veel meer nog. Um, ja, een erkenning en, en, en... Ja, wat, wat mij is heel erg is bijgebleven is... Je hebt erop gereageerd en dat vond ik heel tof. Dat vind ik sowieso leuk om interactie aan te gaan... met mensen die luisteren naar die podcast. Maar wat, uh, wat jij zei is van, dat het voelde als thuiskomen. Ja, mag die ietsjes achter bij mij? Ja. Ja, um, ja het voelde echt als thuiskomen. Ik was... Uh, ik merkte wel bij het luisteren al dat er een soort pauze in mijn constante ja, staat van, van spanning en, en paniek en, uh, ontstond. Dus oftewel in de tijd dat ik de podcast aan het luisteren was, uh, was het even rustig bij mij. En, um, en ik hoorde zoveel dingen die ik herkende uh, voor het eerst van anderen. Um, dat, dat, dat ik gewoon in een soort euforie-achtige... Uh, ja blijdschap ervaarde en ik eh, alles in mij dacht van nou, ik, ik moet jou even bedanken of zo hiervoor voor die podcast of zo weet ik veel ik had iets, ik ben helemaal niet zo dat ik gelijk mensen opzoek uh, als ik op televisie iets zie of een film dat ik dan mensen ga zitten chat helemaal niet maar ik dacht ja jezus het was zo zo fijn um, het gaat niet even andere Hazes in zijn DM slijden... als nee, een lekker, lekker heel nee exact dus oh. um, ja, en totaal natuurlijk met het idee van: ik krijg daar, ik krijg daar toch niks op. En dat, dat donderde ook niet. Uh, gelukkig is dat wel gebeurd, maar voor toen was dat ook prima geweest. Um, maar je reageerde wel. En heel snel ook al, volgens mij echt al na een uur of zo. En, uh, en een van de eerste dingen die je schreef terugschreef. Ik ben toen uh, spraakberichten naar je gaan sturen, want je, je, je reageerde met een verhaal en nou, ik schrijf niet zo snel. En het ene spraakbericht naar het andere kwam uh, binnen. Precies. En als ik eenmaal lullen, dan lul ik. Dus uh, en toen zei je, joh Daf, hier kan je van afkomen. En en do, dat was voor mij een eerste moment dat ik een beetje een soort ar -ar 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 had van, Ja yeah, right. Ja bijna boos. Ja, ga mij. Ik doe dit al veertig jaar zo. Nou, oké, okay. laten we zeggen vanaf me, weet ik het, zesde. Uh, ga jij mij vertellen dat ik hier vanaf kan komen? Ik bedoel, zeggen tegen iemand met een, uh, weet ik veel, een tekort been of zo... dat die wel lange benen kan krijgen. Ja, dat is gewoon niet zo. Dus um, toen had ik een beetje dat ik dacht... oké, okay, nou, het was even leuk, maar hey, succes, uh, ik ga weer verder. Um, maar ja, toen ging je toch verder in je verhaal van... ja, maar het is echt, en toen begon je over Wijnand... en daar had ik natuurlijk wel iets over gehoord uh, in je podcast... Mm -hmm. Ja, en toen uh, uh, vond ik het heel eng. <laughs> maar toen heb je me uh, een beetje gekoppeld eigenlijk. Dus ik ben toen zelf een mailtje gaan opstellen. Dat was de vraag van, joh, maak even een mail met je verhaal erin. Dat heb ik gedaan. En toen heb jij eigenlijk voor mij gezorgd dat ik een soort shortcut uh, route kreeg. En voordat ik het wist, zat ik uh, bij Wijnand. Ja, en wat daar is gebeurd. <laughs> dat je, is, uh, je, was, je kwam thuis en toen... Thuis van? nee Dus de podcast voelde als thuiskomen. Oh, ja. oh, nou, dit is uh, halla en <laughs> daar voorbij. Ja, nee, echt waar. Ik, ik heb, ik heb zo'n verandering doorstaan uh, in mijn hele... Ik had hier niet gezeten op de eerste plaats, niet. En natuurlijk vind ik het nog spannend. Maar dat is, denk ik, voor iedereen. Normaal. Ja, ja maar... Um, ik, ik had honderdduizend doodangsten uitgeslagen en ik had volledig hier met, met hartkloppingen gezeten, normaal gesproken. En dat, nee, dat heb ik niet. Ik ben gewoon wel. Ik denk dat het niet voor niks is dat Bonkie hier op schoot komt. Nee, die, die zoekt de rust op. Precies. Dus um, ja, ik, ik ben nu uh, ik ben een ander mens. En het leuke is dat mijn naaste. Uh, die, het, zei, die vindt dat ook? Die merken het. En ik heb ook zelfs mensen gehad die niet wisten waar ik mee bezig was. Die überhaupt niet wisten dat ik angsten had. Want dat weet bijna niemand. Um, uh, die zeiden, joh, je ziet er zo anders uit. Je bent zo, gaat, het gaat volgens mij het goed met je. Wat leuk om te zien en je straalt. En dat mensen gewoon iets aan me zagen wat ze niet konden, echt konden beschrijven. Wat ik natuurlijk begreep van, nou ja, dat kan niet anders. Dat ik gewoon chiller uh, ja. ben. In ja. zijn algemeenheid. Nou, en dat is dat in een best hele korte tijd is dat ja. gebeurd. Ja. Um, ja, ik denk wel dat je kan zeggen dat, ondanks dat je echt wel last hebt gehad van angsten. en ik heb, ik heb geen ideeën. Ik, ik geloof je, je hebt last van angsten. En je, maar je, je, hebt, je hebt er nooit zo vreselijk diep ingezeten. anders had je er nooit zo snel uit kunnen komen. Uh, in nou, de zin van dat je zoiets had van. het was voor jou wel in principe prima leefbaar. Nou, nee, niet. Ik snap dat je dat wel zegt. Um, denk. Um, denkt, um, maar um, ik heb het dus al echt al van kleins af aan. Ik heb niet dat ik specifiek iets heb meegemaakt, soort trauma, waardoor dit een soort in openbaring kwam. Ik heb het echt altijd gehad. Het heeft ongelooflijk mijn leven belemmerd. Ik kwam naar een, mijn eerste partner, um, die, niet, die hier niet in die zin vanaf weet dat het beestje een naampje heeft gekregen. Maar die kan je waarschijnlijk genoeg dingen vertellen waar wij doorheen zijn gegaan, als we alleen al een weekendje weg wilden. Um, wat gewoon niet ging. Omdat we echt niet gelogen acht keer de auto moesten parkeren op de snelweg, langs de weg. Omdat ik gewoon volledig stikte, uh, half flauw viel, uh, zware paniek had. Uh, uh, als we op vakantie gingen, hetzelfde. Dat ik weer ergens stond en dat hij zei: bel je vader dan anders even. En. Uh, ik heb het, het, is, het heeft me beleven ontzettend belemmerd in heel veel dingen. In mijn jeugd met stappen. Maar, uh, ja, waarom moest je je vader bellen? Omdat hij is huisarts? Doet. Ja, mijn vader is huisarts en um, die heeft het op zich hartstikke goed gedaan. Omdat hij me nooit heeft gezien als, als niet iemand die niet helemaal wouw was of zo. Dus gelukkig ben ik ver weggebleven van allerlei medicatie uh, die je tegenwoordig kan krijgen hiervoor. Die in de strot wordt gedaan? In de strot wordt gedaan, precies. En uh, dat is me gelukkig gespaard gebleven. Maar ik heb met heel veel mensen gepraat. die natuurlijk nooit um, konden wat, wat Wijnand dus kan. Uh, dus ik heb het ook nooit begrepen wat er was. Uh, het werd alleen maar eventjes een soort. doordat ik dan aandacht kreeg en dan kon vertellen. En dan vertelde ik natuurlijk niet oprecht mijn angsten. Want dat was dan toch gênant. En het werd, het werd ook niet echt gevraagd. Waardoor je het ook niet durft te zeggen. Want als je niet bij iemand bent en je zit daar ineens als klein meisje. En je voelt aan alle kanten dat je de, dat je de plank mislaat. Dan durf je ook niet echt te zeggen. Tans, ik durfde dat niet. Um, dus ja, en dan na een keer of vijf, zes. dan was het blijkbaar goed of zo. Weet ik veel. En dan mocht ik weer gaan. Maar het heeft altijd pieken gehad. Het heeft ook momenten gehad dat het er rustiger was. Um, maar het, ik, heb, ik heb vele pieken gehad. Ik heb uh, kruipend over de grond uh, gelegen bij mijn moeder ook, um, ja echt van alles. Het, het was er ontzettend. Ik heb constant uh, uh, hartkloppingen gehad. Ik heb op een gegeven moment in het ziekenhuis gezeten met uh, een filmpje wat er allemaal gemaakt werd, ja. omdat ik ik kon het ook echt voelen. Hè? Het was ook niet, het was niet. Hey, jezus, het was er echt niet uit te leggen. Um, het is er echt. Ja, het was er echt. Het ja. was, en dat heb ik twee dagen gehad. Dat 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 mijn hart constant Twee dagen. Ja, joh, ik werd er helemaal gek oh, ik van. ik heb het maar twee jaar gehad. Oh, nee, maar dat die echt een heftige. Uh... 30% van de tijd gemeten. Oh, wauw. Oké, okay, nou, ja. ik vond, ik heb dus altijd wel roffels. Zo noemde ik het ja. altijd. Ja. Verstappend. Goeie naam. Ja. Vaders, en, noem ik ja, het wel. Of een verstappend paard. Weet je, je zit in galop en <laughs> dat toen, dat hij even struikelt. Ja. Dat ja, Doodeng. Ja. E, verschrikkelijk. Echt, echt verschrikkelijk. Nou ja, en wat was mijn reactie dan altijd? Is uh, opstaan en uh, iets gaan doen en dan het liefst iets fysieks. De stofzuig of zo, want dat maakt ook herrie. Dus dan hoorde ik het ook niet. En uh, ja, ik, ik kan echt uren lullen over de dingen die ik heb gedaan. Om, uh, om niet te zwijgen nog over het neurotische, alles, kopjes op kleur. Met rechts alles doen, ging ja. het niet goed. Dan moest ik, met, uh, moest ik terug. Ik ben een keer is op stationstrap gevallen. Uh, omdat ik met links was begonnen. En ik moest terug van mezelf. Maar ik wilde dat ook niet laten merken. Dus ik deed een soort van: oh, alsof ik iets vergat. Ging terug naar boven. Tegen de tijd dat ik daar was, waren natuurlijk andere mensen. Want de rest was doorgelopen. Dus ik hoefde niet helemaal terug naar mijn fiets voor de act. En toen weer opnieuw beginnen, maar dan goed. En toen bleef mijn rechterhiel achter de traptree hangen. Waardoor ik echt vlak voorover flikkerde. En iedereen liep door. Niemand hielp of zo. Nou, ik lag helemaal open. En dat alleen maar omdat ik niet met rechts was begonnen. Nou, weet je wel, dat soort... Heftig. Ja. Alle heftige consequenties ja, van die gedachten. En... En, ja, enorm. Ja, en die zit, het was er alleen. Maar ik merk nog steeds uh, dat ik... Uh, waar, waar het allemaal in gezeten heeft. Uh, ik wist niet eens dat het zoveel was. Dat ga ik nu pas merken. Ik denk, ach jezus, het zat daar ook in. Ach jezus, het was dat ook. Weet je, dat is bizar. En, en hoe bestempel je dat voor jezelf? Ik bedoel, je hebt bij de GGZ gelopen. Die zeggen dan angststoornis. Of... Nee, die hebben helemaal geen, bij mij er helemaal geen naam aan gegeven. Er werd een soort van... Uh, ik weet ik veel. Er werd gewoon even gepraat. En dan, uh, en dan met, met een boekje. En dan, uh... Gewoon een gekkie en dan een vinkje. Ja, zo, ik heb reentje. nooit gelezen wat er stond. Dus ja, Echt, je hebt hier geen hol van. Maar ja. wat heb je jezelf dan voor stempel gegeven? <kwijnt> ja, toch ook wel dat ik niet helemaal, niet helemaal oké okay was... Oprecht niet, oké. Okay. Kijk, een beetje wappie is grappig, maar nee, ik, ik heb echt goed. wel gedacht van, nou, ik, ik ergens spoor, ik oprecht niet. Ik zie dingen die er niet zijn uh, of wel zijn. Ik maak me druk om dingen waar niemand zich druk om maakt. En om daarmee even jouw eerdere vraag mee te weven, omdat um, ik het vrij snel gedaan heb bij Wijnand. Ik, ik ben dus al echt, nou, zeg even, 30 jaar hier onbewust mee bezig. Ja. Op allerlei manieren met praten, met mensen, het weer alleen doen. Ik ben gaan tekenen. Ik heb het de eerste jaren alleen gedaan en ik ben nu 13 jaar, sorry als ik ernaar zit, met mijn huidige partner. En dat is een heel andere man. Die is super rustig, die is een stukje ouder, die is onwijs back to earth. En um, hij is eigenlijk degene die uh, uh, alles wat ik, wat raar aan mij is. Vond hij juist leuk? leuk vond, ja. En hij heeft het een soort voetstukje gegeven. Dus elke keer als ik in kleine stukjes beland en dat dan raar vond, dan ging hij het juist mooier maken. Waardoor ik het minder stom ben gaan vinden. En daardoor ben ik eigenlijk pas gaan leren om te zeggen wat ik allemaal denk en wat ik allemaal voel. Ik wist ook niet hoe ik het moest zeggen eerder. Um, en dat, dat heeft wel uh, gezorgd dat het uh, veel meer aan de oppervlakte is gekomen. In eerste instantie werd het dus heel erg. Dus dat ik dat het. Uh, nou, ja, de, dat de ik, schaamte verhullen. Ja. Daar ben ik mee. niet uh, kunnen uitleggen. Ja ik, ja, ik wist ook echt niet. Zei hij wel eens van: Oké, okay, neem eens mee. Probeer eens een een uurtje of zo te vertellen wat jij dan allemaal ziet en wat je denkt. Ik nou, dacht: Oké, okay, oké, okay, ik ga het proberen. En dat hebben we vaker gedaan dat we gewoon naar de stad gingen of dat we. Als we ergens naartoe oh, waren. En dan ging het. is wel door... echt heel bijzonder trouwens. Nog nooit iemand heeft dat bij mij. Nee, nou, bij mij dus ook gedaan. niet. En uh, ja, ik, ik, achteraf heeft dit, was dit een enorme therapie van jaren. Ik ja. vind um, dat echt oprecht ontroerend vind ik dat. Ja, ik ook. Ja. Natuurlijk nou, zei je natuurlijk wel, die ken je misschien wel van. Hey, je zou zo graag eens een keer in iemands hoofd willen zitten. Uh, vooral degene waar je om geeft. Hey, hoe, hoe beleeft diegene de dingen? Tenminste, ik kan dat wel leuk vinden. Dan denk ik, oh, mag ik een keertje jou zijn en dan kijk hoe jij ziet. En nou, hij had dat veel verder erin, dat hij echt zei: Oké, okay, beschrijf eens stukjes. En dan zei ik, ja, maar het is echt veel. Ik kan echt niet alles. Ik kan heel goed denken en praten tegelijk. Maar dit is het is te veel wat er om zo, Hoe kan dat nou? En hij denkt helemaal, hij kan gewoon niks denken ja dat was voor mij dat ik dacht dat bestaat niet, ja, dat kan helemaal niet. ik herken dat heel erg, daar, daar, nee, niet 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 jaloezie, maar wel dat ik dacht van, waarom kan ik dat niet? Nee. kan ik niet hier een dagje vrij van hebben? ja gewoon een keertje. ja één dag. ja nou dat exact dat 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 ik ik had het ook opgegeven. ik dacht dat is gewoon weet je je hebt mensen die doeners zijn, mensen die denkers zijn, mensen weet ik veel, geef het de naam. je hebt verschillende mensen. ik heb dit Oké, okay, zo so be het, hier moet ik het mee doen. Het is nooit stil in mijn hoofd zelfs s'nachts niet. Dus, um, maar ja, ik heb toch geprobeerd dingen aan hem te vertellen. En dat maakte dat ik um, al mijn verstopsels, zeg, maar dat ik, dat ik dus uh, handelingen ging doen om, omdat ik iets moest. Of omdat ik voelde dat er iets opkwam. Of omdat um, heb, ben ik hardop gaan zeggen. In het begin was dat steeds uh, toch pas een uur of twee erna. Um, en dat we dan, en dat ik dan zei: Nou, ik had, ik had vanavond de hele tijd dit of dat. Weet je wel, we, hadden we een week van films zitten kijken of spelletjes op bezoek geweest. Dan zei hij: huh? oké. Okay. Heb ik niet gemerkt. Vond hij oprecht kut. Want dan dacht hij: Van ja, god, hoe kan het nou dat ik dat dan niet zie? Ja. Dus ja, het ligt niet aan jou. Ik ben gewoon heel goed in, in het ja, ja in, het, in het niet laten zien dat het er is. En toen men, is dat steeds, is die tijd wat meer opgekropen. Totdat ik hem op een gegeven moment het echt op het moment ben gaan zeggen. Uh, wat heel lastig is. Want je zit in een volledige staat van: ik ga dood. Um, en ergens zit er een stemmetje. die ook de schaamte nog heeft. van: Jezus, stel je niet zo aan. Nu zo raar. Weet je, je spoort niet. Maar ondertussen ga je nog steeds dood. En uh, nou, op een gegeven moment konden we ook wel een beetje grapjes maken. Dat hij zei: Van uh, nou, waar heb je vandaag uh, een, een gezwel? Of. <laughs> ja, daar mag je natuurlijk geen geintjes over maken. Maar omdat ik. Ja, dat mag natuurlijk. Mag je, mag je ja, dat wel? Ja. Een beetje. Uh, dus wat ik had ook altijd wat. Weet je, ik dacht altijd: Oh, dit, oh, zie, je, dat is dat. Of, en dan is mijn vader huisarts. Dus ik heb ook honderdduizend dingen gezien en gehoord. Dus ik weet te veel, dacht ik dan. Weet je wel, dus alles was ook meteen wat. Dus ja, verschrikkelijk. Maar goed. En um, uiteindelijk um, ging hij dingen zien. Hij kon dingen aan mij zien. En dat was wel echt een omslagpunt. Want toen ging hij me aanspreken door. Dan uh, kan je niets meer verbergen. Nee. Dat is. Uh, toen werd ik boos. Ja, toen werd ik in eerste instantie steeds boos. Niet op hem natuurlijk, maar op de situatie. Want ik was in dit geval was ik ook bij Wijnand hoor. Dit is een periode dat ik mm. inmiddels al bij Wijnand was ook. Um, en, want ja, hetgene wat ik bij Wijnand aan het leren was, uh, dacht te snappen, uh, ging ik toch gewoon kaart de boot in. En toen dacht ik. Kun je dat, oh, kun je dat benoemen? Wat dacht je te snappen, maar. Nou, het was, ik had mij had sowieso al verteld. dat ik, ik ging naar een concert. in Amsterdam, in de Melkweg. Ik was daar nog nooit geweest. Volgens mij heb ik jou ook verteld. Melk ja, verteld. Ja, ja en dat, je, dat ik zei van ja. Ik ben er nooit geweest, dus ik weet niet hoe die zaal eruit ziet. En dus ja, ik weet niet hoor. Het moet toch altijd ook wel een beetje, beetje. Ja, moet je wel lekker voelen. En dat jij zei, ja, maakt niet uit hoe die zaal eruit ziet. daar kom je toch niet voor? Je komt toch voor waar je voor komt. Ja, ja, oké, ja. oké, okay, okay, weet je wel. Dus nou, ik had dat ook nog aan Wijnand verteld dat ik het er met jou over had gehad. En, um, en ook hij zei van ja, yo, daf, je gaat er gewoon heen. En uh, je gaat er heen omdat je er graag het wil zien. En je kan altijd weg, weet je, zo simpel is dat. Maar goed, oké, okay. true. En ik had inmiddels echt wel het idee dat ik wat doorbraken had qua dat ik begreep um, ja, wat ik echt een geniale sleutel vind en wat echt zo easy is en toch ook niet. Namelijk, ik heb dit al die dertig jaar zelf bedacht. Het bestaat niet. Bizar toch? Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Nee, maar het is zo simpel. Je, je, kan, je kan dus al, dat dus je zegt, melkweg toch? Melkweg, ja. Nou ja, jij kan dus letterlijk de melkweg voor je zien. Ja. Want... Ja. Je hebt geen idee. En je gaat invullen ja. dat er allemaal ja. gevaarlijke ja. hoeken zijn. Exact dat. En dat je niet weet hoe je er weg moet komen. Ja. En dat zijn allemaal dingen, ook stukjes uit het verleden natuurlijk, ja. die ik in het in heden plaats. Die projecteer je op. Precies. De en vervolgens op de toekomst. Want ik heb, heb een keer een, uh, ook in Amsterdam, en daar kreeg ik het Spaans benauwd. Ik kreeg een knijterharde uh, paniekaanval. En dat was helemaal in het begin van de relatie met mijn man nu. En hij wist het toen nog niet. En ik had een paar keer aangegeven, stuk of vier keer van gast. Ik vind het niet relaxed, weet je hier. Ik weet niet, rare mensen. Ik ja, vond het, 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 vond vind het ik ook bang. niet hoor. hij loopt los van de paniek. Ja, maar nee, maar ik vond het echt, ik weet niet, het zat echt, het zat het hier. En ik, ik ga dan ook altijd zo, ik vond het helemaal niet fijn. <laughs> Dus ik zei, kunnen we anders gaan? Maar we waren er net. Dus hij zei, ja, jezus, ik heel even kijken. Ze zijn nog niet eens begonnen, weet je wel, even dit en dat. En ik maar weer van, ja, maar ik vind het gewoon niet zo fijn. <laughs> nou, op een gegeven moment trok ik het niet meer. En dan gaat mijn soort, soort lampje uit en dan loop ik gewoon weg. Ja. Dus ik ben weggelopen. En toen, een kwartiertje later, stond ik stond ergens in de gang... in een heel klein hoekje, soort zo, zo uh, half dood te gaan. En um, toen stond hij ineens naast me, helemaal pist. Wat de fuck, wat doe je? Je loopt ineens weg ik zei ja maar ik zei toch dat ik weg wilde en hij zei ja jezus kunt toch ze dus had geen idee nou toen hebben we daar een heel gesprek over gehad waarin ik iets logische reactie over natuurlijk super normale reacties doe je toch niet nee maar ja voor mij was het echt dat ik dacht ja hoe hij vaak Het is niet dat je dood ging nee precies dus nou daar hebben we toen wel wat afspraken over gemaakt gewoon hoe ik nou een stukje uh, zeg maar van aan, uh, 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 dat onze relatie wat meer groeide zeg maar in, in uh, wie, uh, wie zijn we eigenlijk dat was maar een heel klein stukje toen. Um, maar goed, een concert in een donker ding waar geen ramen zijn, is, gewoon, is, een, is dan een dingetje. Want ja, je neemt je herinnering mee in heel je enorme ja, wereld. Ja. Precies, die je kan verzinnen. Ja, mensen die zeggen altijd inderdaad van, ik kan me niet voorstellen. Hoezo? Wat is het eng? Je bent daar gewoon in die zaal. En die mensen zijn dus alleen maar in die zaal. Ja, super cool, Maar wij zitten in een, in een soort om multiversum ja. met miljoenen sterren met allemaal mogelijkheden ja, van die... wat er kan gebeuren. Juist. Ja, en enorme dingen. En dan hebben we het nog over de dingen die kunnen gebeuren ter plekke, He, namelijk ik kan hier nu iets krijgen of ja. mijn man of iemand anders of dan kan hier iemand met een Kalashnikov gaan rondlopen of dan ja. kan, dat, maar het kan ook nog zo zijn, want die zit er ook nog bij. Ik ben helemaal in Amsterdam en ik woon in Gouda. Ja. En stel nou dat er nu iets met mijn kinderen is. Dan ja. doe ik er veel te lang over, want ik moest nog helemaal lopen naar de auto en het is een richtingsverkeer, dus het duurt heel lang voordat ik eruit ben. en nou man, ik kan ja, je kan een miljoen dingen bedenken. en als dat eenmaal plonk zo'n gedachte dus naar binnen valt, ja probeer je dan maar te verzetten of überhaupt gaan luisteren naar waar je daarvoor komt. Ja, ben alleen het alleen maar. Het is een soort jukebox, er ga je een muntje in en stop niet. Ik... niet. En, en dan ben je aan het overleven. maar ondertussen is er een concert gaande ja. en mensen die denken dus dan echt dat je daar iets van meekrijgt ook. nee, nee. of van kan genieten. ik geniet nou toch even. ja ja, het is toch ook. hartstikke leuk? Het is een heerlijke kijk muziek. Kijk om je heen. Ja, denk je wat ik zit te doen? Ja, kijk alleen maar om me heen, weet ja, je. Maar het is, wel, het is wel een dingetje inderdaad. Voor omgeving is dit natuurlijk ook helemaal kut. Weet je, wat de dingen die ik heb meegemaakt. Ik, ik moet op een of andere manier denken aan. Uh, een van de laatste films die ik heb uh, gedaan in, in Amsterdam. Ja. Die film heet Alex in Amsterdam. Daar speelde ik samen in met mijn broer. Um, speelde we een soort, het was een beetje een vervreemde film. Daar dus speelden... Taxi-chauffeurs in een tuk-tuk hele -tuk gek, gek, gek kostuum aan. En uh, ik weet nog dat het, het moet rond deze tijd zijn geweest... want het was toen dodenherdenking, dat weet ik nog. Okay. En uh, we hebben ook echt heel veel lol gehad in die tuk-tuk. Bijna uit de bocht gevlogen, haha, weet ik het helemaal. Maar ik weet nog dat we op een gegeven moment uh, in de make-up zaten... en om moesten kleden en dan moesten we een heel stuk lopen... want het was bij de dam, dus daar kon je niet rijden. En uh, nou, daar, daar kwam die bij mij gewoon. Ik kreeg een mega paniekaanval... En ja, ondertussen ben je acteur en vindt iedereen je hartstikke grappig en wordt wat van je verwacht. En je wordt gewoon serieus betaald voor ja. dit werk. En ja. dus uh, uh, nee, ik moest lopen naar de dam. En eigenlijk het enige wat in me opkwam, dit moet je voor je zien, is mijn ja, broer. Ik heb een en al beeld. Is mijn broer die dus dezelfde kleding aan had als ik. Dus echt, we zagen er niet uit. Een soort sletje en een soort gekleurde overhemd. Rare haren en weet ik het wat. Is, is zijn hand vastpakken en dan richting de dam lopen en hij lachen 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 en ik uiteindelijk ook natuurlijk twee van die dikke volwassen mannen die hand in hand uh, lopen is ook niks geksam maar voor ons was het, het is natuurlijk een nee maar het was een voor jou was het, situatie. Een soort, uh... het enige wat ik op dat moment nodig heb is eigenlijk gewoon liefde en begrip en begrijp ja. mij want ik begrijp zelf ook niet wat er met nee. me gebeurt nee. laat staan dat iemand anders het weet en Waarom zou ik dat op dat moment aan iemand gaan uitleggen? En vooral ook aan mijn broer. Ja, en wat ga je zeggen dan? Wat, ja, wat ga ik zeggen? Ja, ik heb een paniekaanval. Ja. Dat is ook eens iets vaags. Ja. Wat is dan. Ja, is dat aanval? hyperventileren? Ja, een komt aanval. Door voor. Wat, door, 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 maar het is ook geen aanval. Nee. Je wordt, door, door wat word je aangevallen dan? Ja, nee, niks. Ja, in je gevoel door, door van alles. Nou, ja, je hebt gewoon enorme fysieke sensaties. Ja. En die zijn veroorzaakt door een gedachte, maar dat weet je niet. Nee, nou, en dat vind ik wel echt bizar. Het is zo simpel, dus, maar het is het niet. Maar als je me helemaal door hebt, dan uh, kan ik. Ik heb, nou zo, ik heb mijn rijbewijs gekregen inmiddels van Wijnand. maar ik, ga, ik moet nu nog zelf leren rijden. Ja. Dus ik, ik ben. Ja, Herkenbaar. Dan, ja, weet je, ik, ik ja. moet echt nog. Er zijn echt nog gewoon weken, momenten, situaties waarbij ik dan toch. Merk dat ik in een bepaald oud patroon toch weer in mijn oude karrenspoor een beetje glip. Zo af en toe mijn wiel zo erin zakt. Ja. Ik heb het wel gewoon steeds sneller door. Echt al met, met een dag of zo. Of dat ik het aan mijn ademhaling merk. En dat ik denk: oh, wacht even. En dan. Je weet wat het is. Ik weet nu wat het is. En ja. ik weet dat maar het ik wil ook niet zeggen dat. En dat is een grote vergissing die ja. ik heb gemaakt. Is dat ik ook voordat ik bij Wijnland begon. En ook tijdens. En dat was nog onlangs nog van. Ik was trouwens op heel veel gebied dat ik dacht van op een gegeven moment... dan heb ik zo hard gewerkt, dan hoef ik niet meer hard te werken. Dus dat geldt voor financiën, dat geldt voor aan mijn lichaam. Dus op een gegeven moment heb ik echt heb ik gedieet, drie maanden supergoed gegeten. En ik denk ik, ik ben, nu ben ik klaar. Nu mag ik wel weer wat lekkers eten, want dat heb ik verdiend. Ik heb namelijk drie maanden lang op een houtje gebeten. Dus overal altijd maar beloningen voor, voor zoeken... En echt denken, ik ben op een gegeven moment klaar. Nou, dat, had ik, dat besprak ik laatst met een oude vriend van mij. En die moest ook zo hard lachen toen ik dat zei. Je bent nooit klaar. Nee. Het gewone leven blijft je die uitdagingen geven. En uh, uh, ja, het is, het is precies wat jij zegt. Je hebt je rijbewijs. Maar je moet nog even een beetje ja, zelf gaan leren je, rijden. Ja, ik weet nog het moment dat je je rijbewijs hebt opgehaald en dat je in een auto stapt waar niet de dubbele pedalen zitten ja. en waar niet iemand zit die ingeraakt op een mensen. Oh jongen, weet je iets naar links? Ja. Weet je, nu moet ik het zelf doen. Dus ja, natuurlijk bots ik nog steeds heus wel tegen iets aan. Alleen ja. ik snap hoe ik weet wel hoe het werkt. Weet je, ik snap hoe die auto werkt. Ja. Ik, ik kan het alleen soms niet allemaal tegelijk. Nee. Dus en dat ik, hoeft ook nee, niet? nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar is het daar leuke. moest ik wel ook aan wennen. Ik zei vorige week tegen Wijnand van, nou ja, hoe gaat, hoe gaat het? Nou ja, ik zei, nou ik had deze week toch wel de afgelopen twee weken, want ik ben nu één keer in de twee weken. Maar er is al een beetje gezegd dat ik dat dat ook een beetje gaat afwerken, af, um, zeg maar. Dus ja. helaas. Maar ja, ja. Uh, snap ik ook wel. Um, dat ik merkte dat ik toch een, nou, maar ook wel een beetje wat rotter gehad gevoeld, weer een beetje het, het ergens het bekende gevoeletje. maar echt niet die vergelijking met de de het, zeg het maar de rollercoaster waar je in kan komen, ja. zeker niet dat. En toen heb ik voor het eerst wel uh, handjes gegeven met het feit van, oké, okay, dat weet je, ik, ik moet niet de verwarring maken met dat het er nooit meer zal zijn. Het is er wel degelijk. Natuurlijk is het er. Iedereen heeft het om zich heen. Alleen, ik. Ik snap nu uh, wat er gebeurt. Ik snap hoe, het, hoe, het, hoe mijn mind kan werken. En wa, wat de, de oorzaak daarin is. Hè, dat kan een stress zijn. Dat kan, uh, nou, wat ik veel, drukte van alles zijn. Um, waarin zich bepaalde gedachten bij mij... mijn mind kan gaan manifesteren. Alleen dat trucje ken ik. Dus... Ja, en als je het eenmaal ziet, dan kan je het ook niet meer niet zien. Nee. En dan kan je nog wel in een oud patroon schieten. Maar ja. dan heb je heel snel van: oh ja, maar ja. wacht even. Precies die. Maar dat hetzelfde. Ik, tegen ik heb precies hetzelfde. Ik zit ook absoluut nog in een proces waar ik ook echt van geniet. Ja. En mijn, ja, mijn karraspoor is heel erg diep. Dat heb ja. ik bedenk ik niet. Dat is, dat is zo. Ja. Dus er zullen echt dingen nog steeds op mijn pad komen die ik heel eng. Ik zeg, zeg het ook, ik geef het ook toe. Ik ben gewoon soms bang. Ja. En dat, dat ja. mag ik ook zijn. Ja, en, precies. En. en uh, ja, ik word ook. Het, het gewone leven is er ook gewoon nog. Weet je wel, ik ben ook nog steeds in, in mijn eentje voor een kind aan het zorgen ja. en aan het werk. En ik heb sinds kort een, een, een baan. Er allemaal nieuwe dingen die super spannend zijn. En dan denk ik wel eens bij mezelf van. Nou ik ben nou toch echt wel flink een tijd aan mezelf, aan het werk. Ik zou toch nou eigenlijk wel dit moeten en dat moeten. Nog steeds dat oude patroon van die verwachtingen van mezelf. Ja. En in vergelijking met die, of met toen, of met dat. Is het nog niet goed of wat dan ook. Dus je, nee. je blijft op een of andere manier. En dat is nou eenmaal het leven in 2023. De wereld van winst en verlies. Ja. Van vergelijking. Ja. En daar zit je gewoon 100% in. Want anders ja. kun je ook niet leven in deze tijd. Nee, nee, het is, het is. De hele dag is niet anders dan vergelijkt worden. Of je doet het zelf. Of, je, of een ander doet het voor je. Ja. Um, ja. Dus wat je zegt. Het, het, is, het is er altijd. En dat is ook. Prima, weet je. Um, ik vind het super interessant. Het wordt nu interessant. Ik heb het altijd wel ergens interessant gevonden, hoor. Um, ik ben er nooit echt voor weggelopen. Maar um, ik, ik vind het wat er gebeurt en hoe het werkt, vind ik onwijs interessant. Ik merk ook dat ik heel anders kan gaan kijken nu en dat het dus heel stil ook kan zijn ja, in mijn hoofd. zie in jezelf. Ja, en dat ik ook gewoon merk dat ik uh, uh, dat het soms zo rustig is dat ik uh, dat er dingen me ontgaan, dus dat bijvoorbeeld ik ben gewoon thuis en de kinderen doen allemaal dingen en, en dat dan ik hoor normaal gesproken hoor ik alles, ik hoor mijn Overprikkeld. ja, ik hoor mijn eigen gesprek, maar kan ook hier nog alles verstaan, want ik ben constant ben ik in staat van uh, vlecht, vlucht... Uh, want ja, je weet nooit wanneer die tijger uit hoe komt. Mm. Dat heb ik dus niet meer, dus ik kan nu ook gewoon ergens zitten. En gewoon niet horen wat daar gebeurt. Iets wat ik voorheen dacht, ja, hoe dan? Uh, dus er ontgaat me nog wel eens een keer iets. Wat natuurlijk niemand gewend is van mij. Want ik ben ja. normaal gesproken altijd. Op scherp al, sta je ja, altijd. Ja, en nou, dat is zo ook. handig als Daphne er is, is dat het alles uh, zo. Ja. Uh, ja. Maar het is ook af en toe handig, hè? Tuurlijk. Ik als regisseur. Ja, ik kan multitasken tot de met. Ja, precies. Ja, ik kan, ik kan super freestylen. Ik kan om mij snel. Uh, ja. Cheffen, ja. Ja, maar ja, wel vermoeiend. Dus je dat de hele dag moet doen. Nou, als het niet hoeft. Dan is het leuk. En inderdaad, wat je zegt ook, ja. nou, s'nachts heb ik het gelukkig niet. Ik slaap goed, maar eh, dat het dag en nacht aanstaat. Ja, ja en nee, ik werd ook... wakker gewoon wat van. Of ik, uh, ik heb van alles gegoogeld ook. Wat dan zie ik niet. Dat liet ik dan mijn man doen, want het moest niet te erg eng zijn wat ik las. Dus dan hij filterde dat dan een beetje. In het begin heb ik een hele tijd gedacht: van ik ben sowieso al in de overgang. Ik dacht echt van, ja, dat zal je net zien, ik ben net veertig. Bij mij is dat de het overigens, hè? Dus. Alles klopt, ik had de hele vragenlijst al ingevuld of zo. Ja, <laughs> en het is, nu, het is, alles uh, is weg wat dat betreft. Nou ja, goed, de, de, daar ben ik echt ook al zo lang van af. Die, die, hè, dus dat is ook weer een stempel als we dat hier gaan benoemen. Ik vind het juist wel heel tof dat je dat niet benoemt, maar nu kan ik het ook zeggen. Dat normaal gesproken had ik gezegd, oh, dat is ook een stukje health anxiety, weet je wel. Of mensen zijn constant aan het labelen ook van, ja. dat moet iets zijn. Ja. En ik moet dat hebben. En als ik weet wat het is, ja, dan. dan dan is ja. het veilig of zo, of dan is het, ja. dan is het beter. Um, maar constant dat zoeken naar wat heb ik. Want, he, wat, want hoe het nu is, is het niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand nee. is, maar hoe het nu is, is het, is niet, het goed. niet goed. Nee. Of fysiek niet. He, dus dat was het bij mij heel erg. Dat jij dacht van, nou misschien ben ik een beetje wappie. Heb ik ook wel gedacht, maar ik dacht echt oprecht jarenlang dat er iets fysiek met mij mis was. Ja. Wat ook, hè? ik heb je ook verteld over dat ik twee vrienden ja. ben verloren, jong, mijn vader jong verloren, weet je wel. Ja. Dus het was voor mij genoeg reden om te denken waarom ik niet. Nee, precies. Dus in ik... En toen kwamen die hartkloppingen 30% van ja, de geil. tijd. Ja, daar word je natuurlijk compleet psychisch van. Ja. Dus ik kan alles ook, hè? Hoe, hè? dus hoe, hoe, je, hoe je wordt als mens. Je, je wordt geboren met genen in een bepaald milieu plus de ervaringen die je hebt, word jij degene die je bent. En ja, goed. Ik liep daar door Amsterdam met mijn broer, twee grote, dikke, volwassen mannen, hand in hand. Ik had last van anxiety, bedachte angst. Zo ben ik ontwikkeld. Ja. Hij totaal niet. Hij heeft geen idee. Dus het is echt uniek hoe jij bent als mens. Dus dit, ook al ben je, kom je uit hetzelfde gat, ben je op dezelfde manier opgegroeid. Het zijn jouw ervaringen, het zijn jouw genen. En ja, dat moet je ook maar weten. Ja. En ik dacht echt, ik ben. Ziek, fysiek ja. ziek. Tuurlijk heb ik een paar pontjes te veel, maar ik ben fysiek hartstikke gezond. Ja. Mijn hart is hartstikke gezond, mijn bloeddruk is hartstikke gezond. Ja. En ik geloof het allemaal nooit. Nee, ik ook niet. Nee, ik kon want... me gewoon nooit goed voelen. En nu nee. begin ik echt daag te krijgen dat ik er niet meer over nadenk. Ik heb gewoon echt jaren gehad dat ik elke dag alleen maar zo zat te voelen naar mijn hartslag of mijn ja. pols. Ja, ik ook weet precies checken. waar ik hem moet pakken om ja. hem te voelen. Ja. En, uh... Het is echt typisch, typisch iets voor ja. hoe vermoeiend dat is. Ja. ja, het is verschrikkelijk. Het is, het is constant is bij je, constant is het aan. Uh, het is constant verward. Ik heb ongeveer vier jaar lang uh, in een uh, uh, zucht gezeten. Ik kan het nog doen hoor, maar echt zuchten. Gewoon ja. constant. Mijn ademhaling bestond uit zuchten. Ik had geen normale ademhaling. Zelfs niet tijdens sporten. In het begin had ik dan nog dat Ik het tijdens het sporten uh, wel uh, zeg maar gewoon ademhaalde naar wat je lichaam dan ja hoort te doen, of in ieder geval vanzelf doet, zonder ja. dat je erover nadenkt, überhaupt um, dat je er mee bezig bent. ja, dat precies. Maar dat werd op een gegeven moment uh, kreeg ik toen één keer dat ik na het sporten, want ik sport graag, vind ik echt heel fijn om te doen en heel leuk. Uh, maar toen pakte die, die het. Um, die mind, die mind uh, pakt hem um, ook. Ja. ja, want die pakt Afpakken. je altijd. Ja, precies. Omhoog, associatie met. Ja, en iets wat je leuk vindt. Ja. Want ja, het gaat niet iets stoms pakken natuurlijk. Stel voor. Het, is, het is nooit iets stom. Maar op een gegeven moment als je dat dus ook ziet, die mind is zo niet creatief. Want hij komt nooit met iets leuks. Nee. nee. Dus je weet op het moment dat het kut is, dan is ja. Het mind. Ja, sowieso. Altijd, altijd dingen die niet fijn zijn, daar pakt hij je op. Of dingen die jij wel leuk vindt, daar pakt hij jou op. Ja. En um, dus nu ook in het sporten dan. Of toen. Uh, dus ja, uh, toen to to ging ook de, de, de ademhaling in het sportenruk. Waardoor ik dus ook gewoon tijdens het sporten ermee bezig kwam. Ik ben er wel mee doorgegaan. Want ik dacht wel steeds van dag, ja, echt, fuck jou, weet je. Ik laat me dit niet oplossen. Nee, ik heb al te veel dingen. Ik heb jarenlang niet auto gereden, omdat daar van alles aan fout was. Ik uh, vakantie uh, niet hield. Uh, dus volop stappen en dingen uitgaan, hoeven ook niet zo nodig. Thuis is ook goed. Um, en dit, dit, mijn sporten, ja, weet je, to the loo dat doe ik één keer per dag, dat vind ik fijn, ik voel me er enigszins goed bij. Ja. Um, maar goed, daar ging het ook in zitten. Maar goed, dat heb ik vier jaar, heb ik dus in zuchten gezeten. Nou, daar word je helemaal gallisch Dood van. van. Ja, maar niet alleen jij, je omgeving toch ook. Ja, nou ja, die, die ik weet niet, ja, dat de hele dag. <laughs> worden nu ja. al gek ja, van. Ja, maar ja, ik ging dan ook daarbij dan, uh, want ik wist dan ook van, oké, okay, dan ben je dus in de soort, Hé, hey, je kan ook zakje ademen, soort, want het is natuurlijk een soort diepe ventilatie wat je ja. doen, maar dan constant. Maar ja, ik ga ook niet met een zakje zitten, dus ik had dan dan mezelf aangeleerd dat ik dan even ook tussendoor één keer uh, lang moest uitblazen. Ja. Dus um, ja. Ik, God, ik was er gewoon heel druk mee. Weet je, de hele dag. De hele dag met ja, iets koude. Maar dat ging compleet. ook s'nachts. Dus dan lag ik in mijn bed. En dan ja. viel ik altijd echt als een dode. Echt meteen in slaap. Echt binnen een paar seconden. En dan na een kwartier, dan, dan schoot ik zo overeind. En dan was ik helemaal. Nou ja, dat, dan kreeg ik zo'n apneu-achtige uh, wakkerschietsels iedere keer. Nou ja, waardoor ik van zulke stoepen af viel. Uh, ja, precies zo. En dan precies. daarna daar zat ik vol met adrenaline. En dan dacht ja. ik: nou ja, laat maar zitten. Ik, ik, nou had van, ik had altijd van die dromen. Het was altijd hetzelfde soort moment. Ik weet niet of dat dan steeds terugkomt. Ik, ik trouwens, als jong kind ook al zat ik in een soort autootje van Donald Duck. En dan reek ik over zo'n heuveltje. En dan als ik omhoog ging. Ja. werd ik zo wakker. Ja, ja, ja. Sorry, dat is allemaal van Bonkje. Ja, een Bonkje die zit te verharen. Waar ja, bij zit. Sorry. <laughs> maar wat denk ik goed is. Wat, wat, ik krijg best wel wat reacties op de podcast. En um, nou, ik heb het natuurlijk over die hulp van Wijnand. En. Ja, Wijnand wordt een soort Gandalf nu, uh, die, die met een toverstok allemaal mensen beter maakt. Ik denk dat het goed is om te benoemen um, wat daar gebeurt of wat, 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 er, wat er zo goed is aan die hulp. Of wat goed is voor mensen die hebben wat wij hebben. Dat, dat de last hebben van bedachte angst, um, compleet leven in patronen, um, het niet zien het niet doorhebben, uh, terwijl het zo simpel is, hè? Zoals, ja. alsof je een zonnebril hebt op je hoofd en vraagt waar is mijn zonnebril. Ja. Het is zo dichtbij. Is het is echt de inzichten, de, to de tools die je krijgt. Het is geen methode, het is geen therapie, het is niet, het is geen pep talk. het is niet nee. uh, uh, positiviteit en liefde. Het is geen guru-gelul. Het zijn nee. echt universele wijsheden ja. die op toepassing zijn van hoe het werkt. Hoe werkt de mind? En hoe ga jij, jijzelf daarmee om? Jij, de, 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 de waarnemer. En dat is dat is echt wel voor mij een les geweest van, van, van ik ben de waarnemer en ik heb gedachtes en ik, ik ben ze niet. Ik ben nee. niet mijn lichaam, ik heb een lichaam. Hm. Dus die identificatie daarmee, dat was voor mij echt, echt een zoektocht. Een, ja, dat ja was die een, vond ik ook lastig. Een hele grote les. Zien dat je de waarnemer bent waarin die gedachten opkomen en verdwijnen. Ja. Vooral dat laatste. Want ze gaan voorbij. Ze gaan voorbij. Ja. Maar, maar ik hield me altijd maar aan iedere gedachte vast. Ja, want er zat een waarheid in, dacht ik. Ja, en ik, en ik heb het notabene zelf bedacht. Dus het zal ja. wel heel belangrijk zijn. En sterker en... nog, het bevestigde voor alles wat ik had bedacht... kwamen constant bevestigingen er ook bij. Ja. Zie je wel? Ja. Zie je wel? En, <laughs> ja. en alsof dat dus nog niet erg genoeg is... Krijg je dus die fysieke sensaties. Ja. En de een heeft dat natuurlijk meer dan de ander. Iemand die dit niet heeft meegemaakt, die nog nooit een paniekaanval heeft gehad. En ik vind het een kutwoord hoor, echt. Want dat, dat, zo heet het gewoon in de volksmond: een paniekaanval. Hou het maar gewoon op het hebben van doodsangsten. Ja, dat is het echt. Het uitbreken van zweet, hartkloppingen en echt oprecht denken: bang zijn om dood te gaan. Ja, ja ik, ik heb ze zoveel gehad. Zoveel. En... Ja, nou ja, ontelbaar. Uh, ik ben zo vaak uh, bijna dood gegaan. Ik heb, ik, heb, uh... <laughs> ik heb het wel eens vaker gevraagd. Hoe vaak ben jij ongeveer ja, overleden? Denk ja, je? ik denk meer dan een kat dat kan. Ja, ja echt waar. Uh, ik, 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 heb, ik heb verschillende, dus op een gegeven moment ook wel gezegd. Ik heb ze natuurlijk, je hebt ze in frequen verschillende frequenties. Uh, je wordt ook wel een beetje een oude rot in het vak, op den duur. Dus hè, je, je, het moet. Het moet uh, het is, het, Um, heftige acties worden dus, doormate je ze vaker hebt gehad, minder heftig. Ze zijn nog steeds heftig, maar je raakt eraan gewend. Ja, hoe gek het ook klinkt. Mm -hmm. Dus het wordt steeds erger en, en intenser als het er is. Dus je, je hebt echt van die, van die pieken dalen. Maar een dal is nog steeds ruk. Dus het is niet zo dat het er dan niet is. Nee. Um, maar ik heb echt over de grond gekropen, letterlijk. Ik zakte echt door mijn voeten heen en ik wist zo niet wat er was. Ik, en, ik kon je, niet eens meer heb, praten. Heb je dat wel eens met je vader besproken? Nou, Log, grappig. De hier was mijn moeder dus bij. Ja. En uh, ik was toen 17, 18 of zo. Ik woonde nog thuis, nog net. En uh, het was ochtends vroeg. Mijn vader was al naar zijn werk, want die ging altijd al om zeven uur de deur uit. En ik werkte toen in een winkel. En uh, mijn moeder, die was huisvrouw en die stond, weet ik, veel, lunch te maken of was voor mijn vader of zoiets. En wat een soort barretje. En ik, ik was al, al dagen, al weken, fucked up. En um, zonder dat ik het. Ik had het natuurlijk wat door, maar het, 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 is, het is van jou. Het hoort bij jou. Dus het is niet zo dat je opstaat met een pijntje aan je arm en dat je elke ochtend. Nou, ik heb nog steeds pijn in mijn arm. Het is niet dat. Het is gewoon. Het is wat jij bent. Ja. Het is het dus niet. Als een maar. een soort dat, sluier die. Ja, het heen, ja. hoort gewoon bij jou. En, het, en soms is het erger of zo. Um, maar nu was het echt zo verschrikkelijk... dat ik gewoon uh, in een constante extreemheid van, van... Ja, ik stikte er gewoon letterlijk in. Uh, en ik kon het ook helemaal niet benoemen. En ik, ik, ik kwam op een gegeven moment vanuit mijn kamer... waar ik me aan het opdutten was, dat het me echt gewoon naar de keel greep. Ben ik een soort strompelend naar beneden gegaan naar mijn moeder toe... omdat ik dacht, nou, dan moet ik op zijn minst hier neervallen... want anders heeft ze het niet door, weet je wel... Lig ik boven en dan ben ik echt dood. Misschien kan zij nog wat, een beetje zo. Dus toen ben ik daar echt door mijn Ja, het verschrikkelijk. Ja, ik ben er door mijn hoeven gegaan en ik, op de grond. En ik lag echt te, 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 te janken en te doen. En me, uh, mijn moeder die zei van uh, gaat het wel? of Zoiets. Zo, ik ik zei nee. En ik begon om een soort vage teksten uit te kramen. Ja, en achteraf heb ik daar natuurlijk jaren later ook nog wel, ook pas geleden, nog met haar over gekletst. Van wat dacht jij dan, weet je wel? Maar zij herkende er dus iets in, waardoor zij dus niet paniekerig werd. En uit haar eigen ervaring, wat ik toen natuurlijk nog helemaal niet wist, wist van, oké, okay, ik mag dit niet nu weghalen bij haar. Als ik nu haar ga troosten, dan geef ik er bevestiging mm -hmm. ja. alsof er iets is. Ja. En er is niks. Nee. Dus zij is heel stoïcijns doorgegaan met de boterhammen smeren, terwijl ik daar dus half dood lag te gaan, voor mijn gevoel. Ja. En toen, na een half uurtje, zei ze. Uh, het voelde als een half uur. Het kan ook tien minuten zijn geweest. Ik weet het echt niet. Zei ze, DAF: uh, Je moet wel zo naar je werk, hè? En dat maakte echt een soort dat ik een soort, klink, een soort uit de ex stapte. Zo'n oh ja. soort knop. Oh, ja. oh ja. Oh ja, ik moet naar mijn werk. Dat was het. Daar was, je aan het daar was ik mee bezig. Ja, een soort zo. En toen ben ik, nou, een soort de laatste spulletjes. En toen kwam ze naar me toe. Toen ik weer gewoon rechtop stond. Wel nog helemaal fucked up, maar. En toen zei ze, daf, het pakte ze mijn arm zo'n beet, er is niks. Dit is iets wat jij, dit doe je zelf, iets in die woorden. En toen vertelde ze dat ze dit herkende en dat ze dit jaren ook uh, met haar meesleepte. En dat ze op een gegeven moment ook niet meer wist van voor naar achter. En dat ze toen, Wilbert, mijn, ma, of mijn vader, die kwam toen uh, ze lunch eten en die ging vervolgens weer naar... Naar zijn werk toe. En dat ze toen ook zo'n moment had van... dat hij terug moest komen omdat het niet goed ging. Dus toen riep ze hem nog, soort. En toen draaide hij zich om. En toen had ze de, scha de schaamte. Waardoor ze zei, nee, doei, veel plezier. En toen heeft ze het dus niet gezegd. En toen is ze naar binnen gegaan. Toen heeft ze een stoel midden in de kamer gezet. Daar is ze op gaan zitten. En toen heeft ze hardop gezegd van, nou prima, kom maar. Laat het dan maar gebeuren. Ik trek dit niet ja, meer. Dapper. En toen zei ze, weet je wat er gebeurde? Zei, nee, terwijl ik daar dus nog helemaal zo stond. Gebeurde niks. Ik zei: Oké. Okay. En toen, ik weet het gesprek nog zo goed, maar ik heb hem nooit echt begrepen, nee, helaas. Nu wel. Nu want wel. Als je het nu zegt, denk ik: ze heeft het goed gedaan. Ja, man, ze heeft supergoed gedaan. Maar toen begreep ik hem niet helemaal. Nee. Ik heb wel geprobeerd de act met de stoel, maar <laughs> bij mij werkte het niet. Toen nou, niet. Nou, dat is het dus. Het is, het is, als ik het nu zo hoor, echt chapeau. Ik vind het echt knap dat ze dat op kunnen bedenken. Want je ziet je kind zo struggelen ja, Dan wil je helpen en Ja. Maar het, op dat moment werkt het niet, omdat je dus die tools en die inzichten gewoon nog niet hebt. En ja, het nogmaals, eigenlijk het, het, niemand kan weten wat hij voor je kan doen. Maar achteraf gezien, het enige wat ik altijd nodig heb gehad, uh, is liefde. Ja. Iemand die lief tegen me doet, of nou mijn broer of mijn moeder. Of ik, uh, ik, ik heb, ik heb uh, helemaal geen last meer gehad toen ik echt een tijdje heel erg verliefd was. Ja, dat zijn inderdaad goede afleidingen. Ja, en dan echt, ook kon ik me ook niet voorstellen hoe het was om er wel in te zitten. Maar op het moment dat de liefde voorbij was, of dat, 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 dat ja, ja. kwam die keihard weer terug. Ja. ja, dat is herkenbaar. Maar ik heb ook wel gehad als ik echt, echt midden in die paniek zat, uh, dat, ik, uh, dat ik dat ik ook een soort uh, alleen. Gelezen, ik weet niet, nee, ja. ik kon er ook een soort niet bij hebben of zo. Nee. Um, nee, omdat mensen niet de juiste dingen kunnen zeggen. Nou, dat en ook omdat ik een soort. Uh, de act hoog houden van het gaat wel. Uh, was dan soms te zwaar. En ja. En kreeg barsjes. Waardoor ik dan soms. liever even terugtrok. zodat ik in ieder geval mijn gezicht niet in de plooi hoef te houden. Ja, dat je de act uh, real houdt ja. en hoog houdt. Ja, 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 ja. Dus, dus dan. om even terug te trekken naar de wc. is altijd een leuk moment. Even, ja. Dat je dat kan je even gewoon wel kut voelen. Um, ja, dus uiterst vermoeiend ook gewoon. Het is doodvermoeiend. Ja. Ja, ja dus dat is wat, wat, ik, uh, wat ik zo mooi vind aan dit proces en dit, dit, dit gedeelte ook. Dat ik nu, ja, als ik nu op straat loop en met en mensen en mensen tegenkom, uh, gewoon rustig met iemand kan praten. Ja. Dat is, dat is voor mij jaren geleden gewoon. Ja, ik kan me niet herinneren. Dat ik echt denk: van, what the fuck. Dus dit, ja. hier, dit, is, dit is nu een fase en dat laat ik ook even zo voor wat het is. En ik zie het verder wel hoe het, hoe het zich ontwikkelt. Maar, ja. maar, maar al zou er vanaf hier niks meer veranderen, ben ik echt gelukkig en blij met dat ik gewoon zo in het leven kan staan. En um, ja dat we aan het verbinden zijn. Ja. De angst hazen. Ja, ja dat je nog, gewoon lekker kan zijn. Een club uh, gaan beginnen, binnenkort. Ja. het. Nou ja, goed, en, en het feit dat het dus uh, veel doet en uh, dat, dat het ja. mensen bereikt. En, uh, ja, dat het echt heel belangrijk is dus om contact te maken. En dus dat je niet schroomt. En stuur gewoon een bericht, weet ja, je wel? Dus ik, ik praat echt met een hoop mensen. Ook al zit ik nog in het proces, ik kan heel goed doorgeven. Uh, uh, net zo goed, hetzelfde geldt voor jou, denk ik, nu ja. dat jij je zo goed geholpen bent door Wijnand. Ja. Heb je misschien ook wel de behoefte gekregen, als je iemand zou tegenkomen die erin zit van... Sterker nog, ik heb het al één keer kunnen en mogen doen. Nou. Ik heb iemand uh, om mij heen, ik ga niet vertellen waar, maar... Uh, die zag ik uh, al een, tij, een paar keer en ik, ik herkende iets. Ja, je iets. herkent het meteen. En toen zag ik hem echt iets doen. En toen dacht ik: oké, okay, dan heb ik het dus naar nou, wat ik zei. En die is nu bij Wijnand. Dus, uh, ja, en die. Uh, nou, ik heb hem nog niet heel veel, want ik wil hem ook gewoon zijn eigen ding lekker laten doen. Dus ja. uh, maar hij is, uh, hij is zeer blij met hem. Terwijl hij is heel anders dan ik. Ja. En uh, Kijk, Wijnand kan die, die, die iets gewoon met jou, mm -hmm. uh, of, of met wie die dan ook is. En die heeft niet één manier van doen wat hij op je afvuurt of zo. Dat nee, is het, is maatwerk, op ja. het is maatwerk, hè? Het is maatwerk, ja. Dat, dat, zo dat... hij met mij is, is, is sowieso... Anders te... dan, dan ja. ik krijg andere teksten, poëzie ja, en weet ja, ik het wat. Ja. Dan, uh, ja, en ook weer heel anders dan dat hij met die anders... want dat is een heel ander type dan ik. En, en die, die moet echt wel een beetje af en toe... Ja, ja, ja. Uh, schop onder zijn reet. Ja, ja, daar ben ik goed in. Als dus iemand een schop onder zijn reet nodig heeft, dan moet hij ja, bellen. Heb je bij mij bij ook al gedaan? Want daar heb je me ook wel echt heel erg bij in het begin bij geholpen, omdat ik, ik kon altijd hele lange, langer verhalen ophouden om iets simpels te zeggen, omdat ik dan dus heel erg ging invullen van, ja, maar misschien schrikt hij dan wel, of ben ik een beetje te direct, of ja, diegene heeft ook zijn best gedaan, heeft het ook lullig om. Dus dan ging ik allerlei dingen al heel gesprek om één dingetje te zeggen en ja. jij zei je kan het ook gewoon kort houden weet je wel zei je toen dus ik had toen een voorbeeldje in een appje naar iemand en gestuurd en toen zei je van ja je kan ook gewoon zeggen van uh, nou uh, ik heb besloten om niet met jou verder te gaan maar ik ga liever met die en die punt uh, uh, oké okay. ja. terwijl ik daar echt zo'n uh, app aan had uh, gewijd ja en dat dat vind ik nog steeds wel lastig hoor uh, er zijn dingen die ik gewoon uh, ja maar je bent je er niet van nu bewust van ja sowieso en van daaruit uh, of, is of ik het zeg het in ieder geval van tevoren ik weet nog goed dat ik mijn eerste tatoeage ging uh, vertellen aan mijn ouders. Uh, die zat op mijn rug. Of die zit er nog steeds ja. natuurlijk. Dat is vaak met tatoeages. En, uh, <laughs> en die ging ik laten zien aan ze. Maar ik, zij zijn er helemaal niet van. Dus, um, zijn er ja, zijn weinig ouders, denk ik, die ja, ervan zijn zijn? Die... Ja, nou, die van mij. Nou, ja, mijn moeder is wel oké. Okay. Mijn vader vond het echt heel erg. En, um, maar goed, ik liet hem dus zien. En die zit dus op mijn rug. Dus ik moest met mijn rug naar ze toe staan. Dus ik dacht, nou ik wacht even een minuutje of zo. En dan draai ik me weer om. En ze zaten echt zo. En toen zei mijn moeder: <laughs> zei mijn moeder van, uh, Jezus, ik dacht dat je ging vertellen dat je zwanger was. <laughs> dus ik had zo'n half uur een lulverhaal opgehangen. Met ja, ik weet dat jullie er niet zo van zijn. En, uh, maar ja, ik vind het gewoon wel heel erg fijn. En het hoort bij mijn heel verhaal. Weet ik wat ik ja. al gezegd heb. Zwanger van een tweeling, dacht ze. Ja, maar die had ik toen al. Dus oh. ze dacht dat ik weer. Nog een, nog een tweeling of zo, ja. Ja, dus nou ja, goed. Dat, uh, dat, ook dat is iets. Ja, voor maar het is ook gewoon het is bedacht dat iemand ja? anders er wat van vindt. Ja, ik, zit het al, ik heb het gesprek al twintig keer gevoerd. Ja, vermoeiend hè? Ja. Hou ja. ermee op. Ja, joh, Nee, ik kap er ook mee. Ik heb er geen zin in. Ik zie hoe het is. Ja, ik beleef het wel in het hier en het nu. Hier ik, en nu is voor mij echt. Uh, er komt misschien ook nog een tatoeage ja, van. Ik zie het wel. Ja, <laughs> ja. ja toch? Ja, ik laat het gewoon gebeuren. Ja. ja. Heerlijk. Nou, om... ja. Hartstikke bedankt voor dit ja. mooie gesprek. Jij ja, ook, ik vond het heel erg leuk. Fijn. Erg van genoten. Uh, leuk om weer eventjes bij het begin ja. hier naartoe te uh, En met Bonkie. Ja, Bonkie heeft er ook dorst van. Wat vond jij ervan, Bonkie? Oeh, <laughs> dankjewel. Ja, jij ook.